De eerste vrouwelijke deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Samantha Gajraj, wil dat de eenheid binnen de orde terugkeert. Gajraj is de eerste vrouw die deze functie bekleedt. Ze nam zaterdag het roer over van ex-deken Harish Manohar. Bij de verkiezing kreeg ze meer stemmen dan haar tegenkandidaat Benito Pik. De verkiezing is voor de nieuwe deken. De verkiezing voor de nieuwe deken is niet vlekkeloos verlopen. Voor de verkiezing zijn er verschillende rechtszaken geweest. Om het werk van de orde optimaal te doen, is het belangrijk dat de rust weer terugkeert, zegt Gajraj. Allereerst wat ik ga doen, heb ik vanaf het begin aangegeven. We gaan werken aan de eenheid, om de eenheid terug te brengen, want die is wankel nu. Kantoren zijn tegen elkaar uitgespeeld, er zijn lelijke dingen gezegd over en weer. En het was nooit de bedoeling dat de orde uit elkaar moest vallen. Dat is ook het geval niet, maar mensen hebben wel een bepaalde houding nu naar elkaar toe. En ze weten volgens mij niet zo goed waar ze aan toe zijn. Dus we gaan daaraan eerst werken. De deken is niet gekozen voor een partij. De deken is gekozen voor alle leden van de orde. Dus we gaan eraan nog heel hard aan werken dat de eenheid terugkomt. Dat het vertrouwen langzaam weer opgebouwd wordt. Verder wil ik de communicatie verbeteren intern. Tot nog toe waren de ALV's de communicatiemomenten. Pardon. Maar ik heb gemerkt, ook toen ik zelf nog niet in de raad zat, dat er behoefte is aan meer communicatie. Dat er meerdere momenten moeten zijn waar je naar buiten toe treedt en de leden vertelt wat je doet, maar ook wat zij willen dat er moet gebeuren. Dus aan die communicatie gaan we ook hard werken. Gajraj zal het beleid van Manohar het voortzetten. Ze zegt dat er onder zijn leiding veel werk is verzet. Een van de belangrijkste zaken die gerealiseerd is onder Manohar is de start van een advocatenopleiding. Ik was heel tevreden met het huidige beleid. Ik denk heel veel advocaten ook, vandaar de verkiezingsuitslag in mijn voordeel. We gaan gewoon doorvaren op hun kompas. Het huidige beleid gaan we gewoon voortzetten. Ze hebben een lijvig programma uitgezet. Dat gaan we doordoen. De advocatenopleiding, dat gaan we doordoen. Dat hebben zij tot stand gebracht. Het tuchtcollege hebben zij tot stand gebracht. Dat zijn allemaal hele lijvige onderwerpen. En we gaan gewoon op die tour gaan we gewoon door. Maar we gaan wel, zoals ik eerder al zei, meer communiceren intern. Zodat als er ergens nog een pijnpunt is, dat we daaraan kunnen werken, dat we die weg kunnen halen. De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Samantha Gajraj, zij pleit voor eenheid binnen de orde.